Hey man, welkom bij de Flexie Stift Show. En vandaag gaan we het over GTST hebben. Kom op. Iedereen weet toch wel wat zich in Meerdijk afspeelt. Ludo, Bing, Shores. Mensen zijn zwanger. Homo's die kussen op de camera. Iedereen weet het wel. En ik wil weten, vind je het Flexie of vind je het Stif? Ik ben in Rotterdam en we gaan die stemming gewoon even peilen man. Flexie of Stif? Boys, goede tijden, slechte tijden. Ook al volg je het niet, je weet stiekem toch wel wat er speelt. Ik ken het wel, mijn moeder kijkt het veel. Dus ja, ik ken sowieso wel Ludo, je weet toch, Ludo, wie heb je nog meer? Maxime? Dat is een milf toch? Ja, sowieso. Ik vind het gewoon een kusserie. Ik kijk het ook wel iedere dag. Dus je bent hooked, je bent junk? Ja, ik ben eigenlijk een geest goede tijden junkie. Waarom vind je het een kutserie, maar je weet stiekem wel wat er speelt? Ja, oké, maar dat weet iedereen. Dat is gewoon wat iedereen, het is veel besproken onderwerp. Ik vind wel kicken gewoon af. Oké. Wie is je favoriet? Als dan ga ik voor hoe heet ze nou? Janine man. We hebben Rick. Ja, Rick is wel een knappe vent. Dat vind ik wel. Jij hebt wel een van 27 gehad. Heb jij een van 27 gehad? Ze is een mooie vrouw en weet wat ze wil. Ja. En ze is zakelijk. Dus daar hou ik wel van. Zou je het doen? Ja, vind je er een milf? Ik zou het echt doen, man. Ja. Geniet van je drankje. Laten we even proosten met z'n allen. En je weet hè. Even klikken. Follow spam. En win 6 blikken. Aan wie stoor jij je nou echt dat je zegt van die? Ludo. Oh, waarom nee, Ludo? Nee, die kan acteren. Nee joh, met grote neus. Ja, Ludo. Ja, Ludo man. Hij is gewoon echt een klootzak. Hij maakt iedereen zwart en zo. Hij zorgt dat... Ja, ik weet het niet. Hij is gewoon een klootzak. Maar hij zorgt wel voor de goede foullijn. Dat is waar. Ja, ik kan je lachen, maar hij is zo. Ja, tuurlijk lach ik. Ja. Tuurlijk lach ik. Weet hij nou? Die Lucas of zo. Ja, oh, die homo. Ja, die doet veel te irritant. En die homo, die twee homo's daar. Ja, wat vind je daarvan? Bijvoorbeeld, ik ben in mijn kamer opeens, als, je weet toch, mijn ouders binnenkomen, opeens, ik kijk naar die serie, ja. Zien ze mij twee homo's kijken. Kan het gewoon niet, man, bro. Ja, ik ben wel kicken op zich. Weet je wat het is? Die mensen hebben inmiddels, hebben ze elkaar allemaal al een keer vermoord. Ze zijn allemaal al terug herrezen en het schiet allemaal niet op. Allemaal een keer getouwd geweest, gescheiden. En wie is momenteel echt, op voor wie kijk je nu eigenlijk? Ludo. Ik moet zeggen, Lieke. Ja. Lieke van Lexmond? Ja, zit er volgens mij niet meer in, maar... Nee, maar die zat er wel in, toch? Maar die mag wel een keer in je slaapkamer op je wachten of zo. Uiteraard. Maar ja. Dus eindoordeel, Flexie of Stif? Ja, wel Flexie. Flexie. Stif! En jij? Stif. Stif. Ja, Stif. Flexie. Flexie? Oké, okay, ja, duidelijk. De dames vinden het Flexie. Ja, tussenin. Tussenin. Ik vind het echt Stif. Stif. Ja man, GTST. Overduidelijk dat de meerderheid het gewoon echt fucking Stif vond. We hebben het gezien. Maar degene die het leuk vonden, dat waren wijven. Dus ik denk dat het gewoon een wijven ding is. Dit was de Flexie Stif Show voor deze week. En ik ga er vandoor. Later, wou ik zien.